snel, we zijn niet zo snel. Ja, ik wacht, ik wacht, ik wacht, ik wacht. Hoor, rij maar. Ja? Ja, toch? Zijn we hebben. Die knipperlip. Let's go! Yo, man. Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn met veel zijn gekomen. Grote opkomst, hè? Maximale aantal mensen. Ik heb een leuke opdracht. Je hebt een leuke opdracht. Nee. We hebben te horen gekregen dat er een gedetineerde uit de gevangenis is ontsnapt. Met een best wel grote. In een truck, maar best wel een grote hoeveelheid wapens in zouden. Oké. Okay. Alle wapens afgenomen van de criminelen in de afgelopen week. En die rijdt er dus niet mee rond. Uiteraard is dit van een rivaliserende groepering waarbij deze vraag in de handen hebben. Deze groep, we hebben enige informatie over de route. We zouden eindigen bij de ammunition shop. In de stad. Beginnen op Paletto. Dus we beginnen in Paletto? We gaan via Paletto naar de ammunition shop in de stad. Oké. Okay. Dus in maakt nog een aantal goederen weg. En gaan ze dan via de rechterkant of via de linkerkant van de snelweg? Dat zou ik niet weten. Oh, de. Oké. Okay. Dat zou ik niet weten. In ieder geval, ik heb ook wat uitrusting voor jullie meegenomen. Aangezien het nog wel eens gevaarlijk kan worden verwacht. Ik weet ook niet of jullie de enige zijn die daarheen gaan. Het zou kunnen dat er meerdere mensen transport hier hebben. Oké. Okay. Ik heb wat meegenomen, wat ik met de kofferbak halen. Yes. Oké, okay, maar nou goed om dan. Ja, we hebben nu drie waggies, dus we moeten wel even opsplitsen. Dan gaat er gewoon eentje op linker snelweg en twee op rechter snelweg. We gaan gewoon kijken waar die waar ze rijden. Dan moet jullie de verdeling maken welke wapen deze missie wel krijgt. Oké. Okay. Ik zal ze wel even uitdelen allemaal. Allright, ik moet nog twee wapens hebben, man. En doe en nog 140, ja toch? Wat gaat hierin dan? 9 mm. Hier gaat punt 50 in. Dus hier heb ik niks aan, toch? Nee. Even kijken. Je moet even deze innemen. En je moet even punt 50 geven, man. Punt 50 en nog. Ik zou nog wel een shot. Ja, toch? Punt 50 en een shot 9 mm geven. Toch, en dan zou ik gewoon nog twee pistols erbij doen, twee normale. Ja, nog één, laatste. Oké, top, ga ik ze even uitdelen, man. Uit, Pavel. Yo. Kom jij eens hier? Via deze. Ik heb jou via deze. Even kijken. Ik heb eventjes kijken voor onze Sam. Ja. Heb ik via die? Wat heb jij dan? Deagle. Ik heb fucking Deagle. Met. Oh. En die. Dit is onze Niels. Dan doet hij nog niet. Dus jij krijgt die. Met die. Die. Dit is onze Colin. Welke heb je?
Oha! Gewoon krijgt die. Emmeren. De pest dan even. Jij krijgt. Even kijken, iemand die. Yes. Ja. Hij krijgt ook die. En dan krijg jij. Jan. Deze. Even kijken, Niels, jij krijgt nog een beetje. Jij krijgt nog een beetje ammo erbij. Wij hebben natuurlijk automatisch vuurwapens. Uit. Zorg ervoor dat je goed gereload bent. Ja toch, en dan doe het wapen weg. Yes. Oké, okay, top. Deze wapenstering hebben we de sluitnaad weer afgehaald. Mm-hmm. Deze heb ik nog een klein beetje terug. Oké. Dus wat wapen, dit is natuurlijk de helft die je daarmee kunt doen. Mm-hmm. Verder zou ik zeggen, veel succes. Zorg dat je op tijd, mocht het in ieder geval bij de ammunition shop aan zijn gekomen, dan wordt het moeilijk om eraan. Oké. Okay. Is goed, nou duidelijk, dankjewel. Top. Oké. Okay. Appen maar als jullie klaar zijn. Komt goed. Moeten wij dan met het voertuig hierin komen of moeten we eerst de wapens uitladen en dan gewoon hierin komen? Emre. Sorry, wat zei je? Als er één iemand in het voertuig zit en de rest komt niet. Ja, is goed man. Oké. Okay. Top. Oh, ik ga ook hier. Ja toch. Ah, dus ik ga solo. Tappen bij jou in. Ja toch? Die Deagle was ook gek jongen. Als een beuker. Oké, boys. Oké, waar het dus op neerkomt is, de wapens die we nu hebben, die moeten dus straks gewoon weer ingeleverd worden. De wapens die wij straks rippen. Eén iemand moet even het voertuig besturen van deze wapentransport en die moet hem hierheen rijden. Ik stel voor dat er twee mensen naar rechter snelweg gaan en eentje naar linker snelweg. Ik ga wel naar linker snelweg en blijven jullie maar gewoon bij elkaar. Het gaat dus op een wapentransport, dus het lijkt me dat het gewoon... Kom eens terug, papa. Het gaat gewoon om een grote lading. Jij bent eruit. Maar ik weet niet hoe. Ja, we gaan gewoon richting daar rijden. Dus maar waar rijden nu door Paletto Tunnel, maar we zien ook nog niks. Oké, dan ja, dan zou het best wel de grote kans kunnen zijn dat ze gewoon richting ons te komen. Als het goed is kun je ook uit de auto schieten, man. Maar waar ging ze vertrekken in Paletto, weet je dat? Even trekken? Nee. Dat weet ik niet. Ik ben dat ding, Jan. Moet je wel voorin zitten, denk ik. Dat is bij 902. Dus? Ja. Er stond alleen zo'n nieuwsbus, alleen ik denk niet dat dat het is. Ja, er rijdt sowieso politie omheen, man. Kan niet anders. Ja, er zat geen politie bij, dus. Hey, Teesman Dims, is er naar jou, bro? Weet niet, zou ik proberen te schieten of niet? Ja, dus? Ja, hij rijdt hier voor ons, volgens mij. Nee, kan niet. Wij zijn nu gewoon creepshit aan het checken. Dit? Hij wil niet schieten. Oh, ja, dit is hem. Ja, we hebben hem, jongens. Linkersnelweg, linkersnelweg rijdt hij. Ja, oké. Ja, linkersnelweg rijdt hij. Er zit duidelijke politie in. Lampen, alles. Rijden, geef jij komst? Waar gaat hij heen? La Fuenta. N42 richting. Kan je. Hij blijft gewoon zachte snelheden, N42 richting Cindy. Kunnen we banden schieten? Wat? Hij gaat echt niet stoppen, namelijk. Nou ja, we kunnen setup gooien. We kunnen wachten op jullie. Ja, wij zijn nu bijna N42. Komen vanuit, vanaf Cindy, zeg maar. Hij blijft gewoon rechtdoor rijden. Is hij al langs Cindy of niet? Ja, we moeten zorgen dat we banden schieten en dan een repair kit kunnen repareren, man. Want Dan gewoon zijn de snelheden. Ja, je kan gewoon 100. Schieten. Mag gewoon. Ja, hij is echt heel traag. Oh, hij neemt een afslag richting. Even kijken, richting die pluk. Richting afpluk. Ja, druifje. Gaan we het gaan doen of niet? Ja, ik weet niet wat we. Ja, of we gaan even wachten op hun backup. Zo meteen stappen ze met z'n allen uit. Dus. Ja, wij nu bij de tunnel pas bij. Hij gaat Borendlaan negatief. Hij gaat linksaf. Richting even kijken. Met de kerk komt hij uit dan toch? Ja, daar in de buurt, ja. Even kijken, ja, hij gaat daar omhoog. Oh, ik dacht ik zag straaljager vliegen, maar dat is een vogel. Ja, dit zijn ze dan waarschijnlijk, man. Ja. Ja, dit zijn ze 100%. Sowieso. Nou, wij gaan nu daarop bij Wietboerderij omhoog. Omhoog? Hij is gestopt, eentje stap. Stap uit met pistols. Hij drukt hem wel. Oh, de automatisch vuurwapen. Automatisch vuurwapen. Ze staan nu stil, man. We gaan daar gewoon. Bij locatie sturen. Gaan we hier eruit stappen? Ja. Wij zetten ze.
Hij keert weer om richting de appelpluk of druifpluk. Hij stapt in. Richting N42. Ik weet niet of het zo is, maar volgens mij hebben we wel een bandje, man. Kan niet anders. Maar wel achter jullie. Ja? Ah ja, toch. Missen we dan nog iemand of niet? Ja, wij gaan er voorbij. Ja, Niels toch? Blijven jullie erachter, ja? We gaan hier stilstaan, ja, hier eruit. Ja, ja. Wordt die hummer erbij? Dat weet ik niet, man. Dus wel zo, auto's kunnen hier wel doorrijden met alle bandjes, lekker, man. Dus dat is wel een beetje kut, maar ze glijden wel heel erg. Ja, wat dan? Dat ziet er wel ziek. Bandjes lek. Ja, ja, bandjes zijn lek, bandjes zijn lek. We moeten hem proberen te enten. Hé, hey, staan blijven. Staan blijven, kerel. Er staan meerdere wapens gericht. Staan blijven. Ik ga je nog voor die voorbanden hier, dan ga ik er nog uit. Voorbanden ook lek. Eigenlijk alle banden zijn lek. Alle banden zijn lek, dat kan niet anders. Ik heb pas over, ze zijn wel gewapend, man. Oh, de oppasseer. Ja, het is ja. Hij stapt ook uit. Bijna dood. Dood, nice. Ik heb repaired. Oké, repair hem en stap in die waggy. Dat is wel ons omgeving. Er moet nog politie bij zijn, hè? Dus let op. Ja, pas wel op inderdaad, voor de omgeving. Zat er een politie in of zo, zei je wel, hè? Nee, die zat erin, die hebben we niet. Ja, dat was die, ik denk dat dit politie was misschien. Check die achterkant, is kan daar ook iemand in of niet? Toch, maak maar open, ik hou koffer. Kan die open of niet? Ik kan hem niet open. Niet bij mijn voertuig, ja? Ah, oké, dan zit er ook niemand. Oké, Niels, maak jij die waggie, ga je hem besturen richting het huis. Wie is die... Laat. Schiet jullie? Ja, wel zeker. Maar wacht even dan. De Deadwood, kan je het goed voor, kan ik je vertellen. Oké, positief, nice. Tech 9, het kan niet bij. Oké, boys, weg hier. Kun je die lampen niet uitzetten? Nee, ik kan niet met Q, werkt het niet. Probeer gewoon eens E of, probeer eens E of zo, weet ik veel. Nice. Niks aan de hand. Ik heb een game crash of niet? Nee. Fuck, hadden jullie dat ook? Er zit ook een Koesenberg in, zo'n automatisch ontwapentje, man. Ja, dat is een gangwapentje inderdaad, dat kan kloppen. Politie. Oh, politie. Ik stap uit hier. Ik wacht. Eentje erdoor en stap dan uit. Ja, eentje. Melo heeft eentje daar. Ik zit achter je, man. De banden zijn lek. Ja, banden zijn lek. We gaan erachteraan. Dit is wel grof, man, hoe we hier staan. Ja, hij kan niet meer uitstappen, joh. Laat hem leven. Hij kan sowieso niet meer uitstappen. Hij stapt wel, hij stapt en hij gaat uit. Ook schieten. Wat een gek. Hij is dood. Oké, weg hier. Doorrijden met die truck. Klaar me dan. Ja, toch, gasje. Oh, dit is ziek, ouwe. What the fuck. Oh, ja, maar neem maar mee. Ook. Oh, hij is dood. Wat? Pakken jullie hem op en gaan naar ziekenhuis, Durango. Wij fixen dit wel. Zo, ik had helemaal ziek, hè? Hé, hey, wat fuck? Wow, ik heb het zo. Die is er helemaal vol, ouwe. Hé, hey, wat is dit? Fuck, doe jullie schorden wel vast, pas op. Ja, die zat gewoon vast, hè? Ik hoor hem niet om. Jawel. Maar ik leef nog. Wat doe jij dan weer? Oh my god. Wat doe jij dan weer? Dus hè. En Niels springt ineens uit die waggie, joh. Ja, dat had ik. Oké, breng jullie maar naar het ziekenhuis, wij regelen dit wel, komt goed. Ik had een ziekenhuis, die gast. Ik moet ook niet vooruit, joh. Hé,
Hey, wie is die G-klasse? Dat zijn wij niet. Dat is waarschijnlijk deze hier. Alle maar kapot hoor. Hij gaat waarschijnlijk ook uitstappen. Nee, rij maar gewoon door. Wij kofferen wel. Ja, politie. Ja, stop. Dood. Is hij dood? Holy shit. Hij heeft me goed gehit, ouwe. Oh, hij heeft me goed gehit. Echt... Die deagle is kut, man. Nee, dingetje. Bandits. Je mag niet even klagen. Oh, godverdomme. Ik ga dat ding nooit kopen. Die deagle? Wat een kut ding. Holy shit. Uit. Ik denk dat dit het was, jongens. Hij ook scherp. Wie is deze voor ons? Oh, dat is Niels. Holy shit, gast. Je kan ook in first person schieten, hoor. Ah, is er nog iemand? Is hij er nog niet? Misschien komt er nog aan. Even kijken, voor jullie jongens, dit is een Switchblade, een mini SMG, een Goonsburg, een Tech 9W Trap, micro SMG, mini SMG, een 10-19-11, een 10-G-19 en een pistol. Lekker man. Wat voor, hè? Ik ga het zo even in de kofferbak ding dalen. Is het sowieso ook nog wel wat in? Ik kan er niet in. Is de kofferbak in? Heb je nog bandage over of niet? Echt 3 of zo, denk ik. 2. Ja, toch? Jan kan niet ding doen. Op de G-klas. Oh, dat is een NPC G-klasse, wacht. Ja, dat is een NPC. Hey, mijn verwondingen nemen af. Ik ga zomaar dood. Ja, dan in Bennis en dan? Ja, heb ik al gedaan, maar het gaat er vanaf nog steeds. Wacht even hoor. Ga naar ziekenhuis. Wij zijn ook bij ziekenhuis. Ja, ik ga hier wel gewoon even. Hij moet even hier dan, man, dit klopt niet. Hij moet even gefixt worden, dit. Oh ja, toch? Ja, maar dan kan je nu wel voor een paar. Beter. Wat zei je? Dan kan je voor 10 minuten wel niks. Ja, nee, is al gefixt. Het gaat niet meer goed. Ja, goed. Even kijken, jongens. Holy shit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vuurwapens! Kijk hoeveel kogels erbij zitten. Die Gusenberg, oh de. En een switchblade. Fucking ziek, gast. Alleen wel die kogels. Die Gusenberg moeten andere kogels in. Oh nee, punt 45 zit er ook bij. Dan is punt 45. Deze, punt 9. Deze heeft 45 nodig. Tech 9, 9 mm, punt 45. Oh, waar zijn jullie? Wij zijn bij het huis, man. Naar hun huis of ons huis? Hun huis. Ja, toch. Hey boys, dit is ziek, man. Chris, het is niet moeilijk, man. Zeker niet. Je kan het gewoon makkelijk fixen, hoor. Ah, oh, ziek ouwe. Tot dan geven komt er ook aan. Hoe zullen we hebben? Wat de? Zieke bak. Yo, man. Yo. Het is gelukt. Kijk, hier is het. Mooi zo. Kijken van de wapens. Yes. Uit de heren, drop jullie allemaal alvast eventjes op mijn stack de wapens die we nu hebben gebruikt. Met de kogels. Krijg je nieuwe auto? Jij bent echt de grappigste thuis, of niet? Zeg nog met chest. Ziet er goed uit, toch? Ik wil
Alle wapens worden momenteel die wij hebben gebruikt gedropt. Zal ik dan alle wapens uit de kofferbak pakken van deze waggie? Ja. Oké, is goed. Boys! Check dit, man. We hebben echt alles nu momenteel, hè. Ik zweer het. Kijk dit. Fucking ziek. Die Gusenberg is fucking dik, hè. Allemaal eens kijken.